Maandagavond, even na 11 uur, spoedde een ambulance zich naar het AZC aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Vrijwel direct daarna werd ook een traumahelikopter gealarmeerd en naar de Robonsbosweg gestuurd. Er bleek een steekpartij te hebben plaatsgevonden in het AZC, waarbij in ieder geval 1 slachtoffer gewond is geraakt. De politie heeft 3 mensen aangehouden, waarvan er 1 eerst is gecontroleerd in een later opgeroepen tweede ambulance. De traumaarts is wel ter plaatse geweest, maar heeft geen medische handelingen verricht, omdat de verwondingen slechts oppervlakkig bleken. De reden voor de steekpartij is nog onbekend. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht.